AZ speelt morgenavond in de finale van de play-offs tegen FC Groningen en het is de 57ste wedstrijd van het seizoen. Daarmee wordt het oude record van 56 wedstrijden van het seizoen 2006-2007 verbroken. Nee, ik vind niet dat je nu over vermoeidheid kan spreken. We zijn wel aan het einde van het seizoen, maar we hebben afgelopen zaterdagavond gespeeld. We hebben 2 dagen rust gehad. We hebben het gisteren weer opgepakt en vandaag doorgezet. Dus ze hebben genoeg tijd gehad om te herstellen. Als ze vermoeid zijn, zit het in het hoofd, maar niet in het lichaam. Ik denk dat we ook tegen Heerenveen toch hebben bewezen dat we, ja, dat we toch weer resultaat kunnen halen. En ik bedoel, de trainer heeft ook gezegd, we zijn allemaal nog jong en ons lichaam herstelt heel snel. Dus tegen Groningen kunnen we gewoon weer volle bak. In FC Groningen treft AZ een tegenstander die op stoom is. De Groningers wonnen 8 wedstrijden op rij. AZ daarentegen wist in de laatste 8 wedstrijden slechts 1 keer te winnen. We zijn een ploeg, AZ is een ploeg die tussen de 5e en 8e plaats speelt of blijft spelen. Dus laten we ons nou niet de illusie hebben dat we, als we minder wedstrijden hadden gespeeld, dat we misschien 4e of 3e hadden geworden. Nee, die andere ploeg hebben gewoon meer kwaliteit dan wij. Dus ik zeg nogmaals, dat zei ik net ook al, dat AZ deze groep het uitstekend gedaan heeft. Maar ze hebben het uitstekend gedaan, maar is de ploeg ook in vorm op dit moment? Ja, wat is vorm? Vorm heeft ook te maken met spel. Alleen Groningen die heeft vorm goed te pakken als je bekijkt qua resultaat. En aan ons is dat om daar nu een einde aan te brengen. En ik denk dat het nu komt het erop op neer. En dat is de finale van de play-offs. Tijdens de persdag ging het niet alleen over de vorm van AZ, maar ook over de selectie van het Nederlands elftal. Geen van de spelers van AZ zijn of worden namelijk opgeroepen. Advocaat wil er weinig over kwijt. Over de mogelijke speelstijl van Oranje, 5-3-2, wel. Kijk, Louis heeft zijn eigen groep samengesteld. Dus hij weet precies wat hij met die groep kan. Of 4-3, 5-2, 3-5-2, dat soort termen. Dus dit heeft hij echt wel van tevoren ingecalculeerd. Ja, je bent natuurlijk een collega van Louis. Vind je dat dan ook lekker om na te denken over zo'n tactiek? Denk je dan met hem mee, zonder hem te adviseren? Maar als je dat dan zo hoort, 5-3-2, denk je ja. Ga je dan ook zelf die poppetjes weer invullen? Nou, die kan ik ook wel voor me invullen. Zeker de voorste 3. Nou, noem ze maar. Nee, dat doe ik dus niet. Maar goed, in Alkmaar richt iedereen zich op FC Groningen en het halen van Europees voetbal. AZ speelt de eerste wedstrijd sowieso nog zonder Roy Behrens. Hij heeft te veel last van zijn kuit. Verder is iedereen fit en gebrand om het seizoen goed af te sluiten. Ik bedoel, je komt tot de finale van de play-offs. Kwartfinale Europa League, in de beker kom je tot de halve finale. Dus ons team weet wel dat we op elke front zijn we heel ver gekomen. En iedereen wil er nu alles aan doen om eindelijk een prijs binnen te slepen.